lekker stof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ben ik eindelijk weer in Fashionphobia. En ik heb goed nieuws. We zijn hier op het mooie huisje van Willow Street. Voor de mensen die niet weten, dit is mijn favoriete map. Ik weet eigenlijk niet per se waarom, maar ik vind hem gewoon leuk. En het is natuurlijk ook wel een beetje makkelijk. Kijk, het is niet de allerkleinste map, maar het scheelt volgens mij niet heel veel met Tanglewood. Oh, we hebben de Ouija board. Oh, maar dat is ook wel leuk. Kijk, het nieuws wat ik dus vandaag heb is, hier zien we het Ouija board. Maar er is ook een andere cursed item. Hoor ik nou de ghost al? Oké, geen idee of dat de ghost was, ja of nee. Ik wil jullie iets laten zien. Ik had laatst namelijk een video gemaakt over hoe ik de cursed voodoo doll heb gekocht. De voodoo doll die wordt nog gemaakt en dan naar mij toegezonden. Maar ik heb wel een andere cursed item al in mijn bezit. En je mag nu eventjes een gok achterlaten in de reacties. Welke cursed item zal ik hebben? Ik zal jullie één tip geven. Het is geen summoning circle, want ik probeer niet mijn huis in de fik te zetten. Het is ook geen Ouija board, want ik wil niet echt spoken boos maken. Het is namelijk de monkey paw. Mocht je hem herkennen uit de game, dit is de monkey paw. Ik ga niet aan de vingers zitten. Ik wil nu geen boze ghost achter mij aan hebben, omdat het opeens een ghost hunt wordt, omdat ik een wens gedaan heb. Hey, we hebben de boom. Nou, dat is in ieder geval mooi, want anders zou ik die waarschijnlijk nooit vinden. En maar als ik ooit ga ghost hunten in het echt, je kan ervan raden dat ik die monkey paw ga meenemen. Het is wel grappig hoe die echt ook, zeg maar, die vingertjes zo heeft zitten hier, zoals die in de game ook is. Precies diezelfde buigingen als het ware. Dus die gaat straks hier achterbij op de verzameling. En in de volgende video's kunnen jullie altijd de monkey paw mooi aanschouwen. En deze ghost heeft trouwens echt heel vrij weinig gedaan in de tussentijd. Ik dacht, ik ga gewoon in het huis staan. Dan heeft de ghost ook een beetje kans om wel iets te gaan doen als ik mijn verhaal over de monkey paw aan het vertellen ben. Deze ghost heeft er gewoon geen zin in. Yo, waar zit jij? Meneer of mevrouw, wie ben je überhaupt? Oh, nee, mijn knopjes. Oh, al mijn instellingen. Oké, nu heeft de ghost nog meer tijd. Ik zit op een andere computer, dus al mijn instellingen zijn weg. Ik wil mijn journal in en opeens deed hij het niet. Ja, volgens mij staan mijn instellingen nu wel weer goed. Ja, dit is de journal in ieder geval. Oké, top. Ja, dit is perfect. Als het goed is, komt de voodoo doll dus over ongeveer een maandje in de huis. En die ga ik dan natuurlijk ook weer laten zien in de video. Ik moet wel zeggen, ik vond de voodoo doll er beter uitzien op de fotootjes dan de monkey paw. Ik vind de monkey paw vet hoor, daar zeker niet van. Maar ik vind de voodoo doll ook sowieso gewoon een leukere cursed item. En heb ik een shade? Elisabeth, ben jij een shade? Als dat zo is, hè, ik kom je echt persoonlijk slaan. Where are you? M? A? Master bedroom? Goodbye. Hoe pakte die goodbye op, hè? Huh? Als het goed is, mijn audio staat op push to talk. En ik had geen knopje ingedrukt. En deze kerel verstond mijn goodbye. Wat is mijn get an average sanity below 25%? Ja, die heb ik. Wat ik ga doen, is ik ga even gezellig naar buiten. Hé, later ghost. Ik moet eventjes naar buiten. Ik moet eventjes een pilletje nemen. We weten... Hij klinkt niet snel. Ik durf nu niet te praten, ook al staat mijn push-to-talk aan. Net hoorde het Ouija board mij ook. Maar hij klinkt niet snel, dus als hij hier komt, ga ik hem loopen. Ik wilde letterlijk net weggaan, omdat ik bang was dat het een hunt zou worden. Als je sanity onder de 25 is, dan kan bijna elke ghost wel gewoon hunten, namelijk. En het is een cursed hunt, natuurlijk. Yo, ghost, we good? Het klinkt voorbij. Dat is het ook. Oké, spook. Ja, dat vond jij leuk, hè? Jij vond dat leuk om eventjes te hunten. Kijk ook wat een zeik weer het is. Het regent echt niet een klein beetje, het regent keihard. Ik wist helemaal niet dat het zo hard regent in Fesmophobia. Hier. Ja, mijn sanity is ook wel echt laag. Ik ga even dus twee pilletjes nemen. Dat is op zich wel prima. Goed, laten wij naar de master bedroom gaan. En wat nemen we mee? Oh, ik mis nog een knopje. Maar zo, ja, nu werkt mijn flashlight tenminste ook weer. Ik ga wil ik een thermometer? Nee, ik drop mijn flashlight. Wij nemen een camera en we nemen een boekje mee en de IMF-meter. Ja, dat is prima. Hiermee kunnen wij wel vinden wat voor een ghost het is. Dus niet met alleen deze spullen, maar gewoon met uiteindelijk als we hiermee beginnen. Oh, de breaker. Wacht, is de breaker alweer uit of is die door de hunt? Ah, nee, door de hunt is die uitgegaan. Oké, alle lampen tenminste zijn uitgegaan. Master bedroom, dan zit die hier toch? Dit is de master bedroom. Ja, je hebt niet echt heel veel keuzes ook in dit huis, want het is niet zo heel erg groot. De Fashionphobia challenges die jullie in de reacties achterlaten, ga ik zeker ook nog spelen. Zolang er maar challenge in de reactie staat, kan ik hem altijd nog terugzoeken. Alleen de verhouding tussen de video's en de challenges, die is niet helemaal op orde, waardoor er dus veel meer challenges zijn dan Fashionphobia video's. Dus langzaam maar zeker ga ik ze allemaal langs. Vandaag is het eerst eventjes de taak om deze ghost te vinden. En anders, als het niet lukt, ga ik hoogstpersoonlijk mijn eigen monkeyball inzetten om deze ghost te vinden. Oh, ik dacht al. Wat hoor ik? Het is de radio, maar de radio staat een beetje zacht. Kijk, maar zit de ghost wel nog hier? Ik had volgens mij wel net een wolkje. Hebben we hier ghost orbs? Laat me eens kijken. Volgens mij? Nee, we hebben hier niet eens ghost orbs. Maar het is wel hier, toch? Ik heb hier wel een wolkje. Of is het op de gang opeens nu? Misschien dat ik toch die thermometer even moet gaan... Nee. Ik heb hier een wolkje. Ja. Dus de ghost zit hier. Alleen zie ik niet iets van orbs of zo. Nee, echt gewoon totaal niet. Oké, dan ben ik heel benieuwd wat voor een ghost dit gaat zijn. Maar hij was niet snel, hè? Het was ook geen dieltje, want hij vond mij niet. Ja, ik zat niet echt verstopt, maar
Maar goed, dat denk ik dat hij mij ook nog wel vindt. Maar hij was ook niet heel erg langzaam. Maar hij is het gewoon normal speed ghost. Ja, dat is op zich ook wel mooi, want ik hoef niet zo'n hele snelle ghost achter me aan te hebben. Langzamer zou wel leuk zijn als de hand toe is of zo. Maar daar kunnen we nu achter komen door de freezing. Want ik ga nu de thermometer... Ik had al een thermometer meegenomen. Oeps, blijkbaar had ik al een thermometer meegenomen. Oké, dan nemen we de crucifix mee, want die heb ik nodig voor de challenge. En dan een motion sensor. Wat wil ik nog meer meenemen? Ja, we kunnen nog een dodge meenemen. Dat is op zich wel nice. Ik weet niet of jullie het ook zijn, mensen, maar ik ben zo hyped voor de Phasophobia Halloween event. Ik heb daar zoveel zin in. En ik heb ook gewoon heel veel zin dat eindelijk console dan ook mee kan doen. En oh, we hebben ghostwriting. Hoeveel chips? De IMF is net weg. Oh nee, hier, IMF 2. Oké, deze is ook weer aan. Ghostwriting, daar moeten we even een foto van maken. Ja, ik had gewoon hier de thermometer. Wat? De fotocam heb ik zeker wel ergens gedropt. Ja, die had ik weer in de bus gedaan. Oké, laten we dan eerst de temperatuur checken. Wacht, we hebben ghostwriting. Die moet ik even opschrijven. Hoe warm of koud is het hier? -9.8? Holy chips. Maar het kan geen handtoe zijn, want we hebben ghostwriting. Dus het of een shade, of een demon, of een morroi. Demon... Durf ik bijna wel te zeggen dat het niet is. Ja, het zou nog kunnen, hè. Want mijn sanity was volgens mij net toen ik naar binnen ging 70. En een demon kan vanaf 70% sanity hunten. Dus dan zou die nu al kunnen hunten. Als het goed is, zou dan wel de crucifix eerst nog dat tegenhouden. Ja, ik ga even terug. Want wat kan het dan? 4. IMF 5 kan het wel zijn. Oh, voor een shade is het IMF 5. Dots kan het niet zijn. Orbs hadden we niet. Dat klopt, want het is ook helemaal geen revenant. Dus het is een spearbox, UV of IMF 5. Ja, ik heb toch zo'n idee dat het dan een shade gaat zijn met IMF 5. En dat hij die IMF 5 heel lang niet gaat laten zien. Omdat hij dat bijna alleen doet als hij in een ghostwriting boekje schrijft. En dat heeft hij net al gedaan. En dat doet hij ook bijna nooit als je erbij bent. Volgens mij heb ik gewoon dezelfde shade elke keer achter mij aan zitten. Want ze doen ook exact hetzelfde. Ze laten zichzelf niet zien. Ze doen alleen maar IMF 5 als ze in een ghostwriting boekje schrijven. Oh, oh, oh. Als dit echt waar is en dit een shade is, dan is dat niet zo heel nice. Ik neem ook wel een UV mee en dan nog een crucifix om die te verdelen. Ik heb wel door de motion sensor heen gelopen. Dus dat is tenminste iets. Maar heel eerlijk, als het een shade is, hoef ik niet zo bang te zijn dat hij gaat hunten. Ghost, als jij een shade bent, dan ja, had ik gezegd dat ik je monkeypaw op je hoofd ging gebruiken. Dan vrees ik dat het niet echt gaat werken. Zal ik dat gewoon een keer gaan doen om 12 uur 's nachts in mijn kamer? Oh, weer die radio. Die monkeypaw gebruiken en een wens doen. Wat is de kans dat er dan opeens een ghost tevoorschijn komt en dat er daarna 0 video's meer van mij online komen omdat ik er niet meer ben? Hey, dat zou best wel goed kunnen. Kijk, wacht, heb ik UV? Want als het UV is, is het een demon. Maar ik ga daar niet vanuit, heel eerlijk gezegd. De ghost kwam ook helemaal niet naar mij toe tijdens de hunt. Alsof die gewoon me niet wilde zien. Zo mensenschuw dat je een ghost bent en tijdens een hunt niet eens op me afkomt. Dat is wel erg. Laten we deze even trickshotten. Oké, ja, dit is voor mij wel gelukt. Ik denk dat we het wel kunnen zien als er UV opkomt. Ja, ghost, dan moet jij dus eigenlijk gewoon weer eventjes een boekje gaan schrijven. Of we zouden spearbox moeten hebben. Dat kan ook nog. Wacht, kan, is het goed? Is kan hij mij... Moet ik even zo doen. Even kijken. Voice activation. Ja. Where are you? How old are you? Ja, ik pak wel mijn stem nu op. Are you close? Are you friendly? Do you want to hurt us? Ik denk dat het geen morren gaat zijn, heel eerlijk gezegd. Nou ja, pak mijn microfoon, pakt die wel op. Maar deze ghost die wil gewoon niet antwoorden. Ik kan deze ook gewoon hier laten liggen, daadwerkelijk, en gewoon aanlaten. Maar dat heeft geen zin als ik het licht aan doe. Volgens mij kan ik gewoon beter als ik een potje start. Gewoon instant een shade invullen en dan weer weggaan. En de kans is dan groter dat ik gelijk heb dan dat ik geen gelijk heb. Er zit wel veel te gooien met dingen. Dat is weer niet heel erg... Ja, ik weet niet. Meestal heb ik niet een shade die zoveel aan het gooien is. Hier, kijk. 1, 2, 3, 4, 5. Dat klopt niet. 6. Dit is voor mij ook wel gegooid, ik weet niet. Ah, ik dacht nog zeker eventjes een keertje die ghostorps controleren. Maar ook daar is niet echt iets van nu aanwezig. Gewoon 0 ghostorps. Deze kunnen eigenlijk ook wel uit, hè, die dots. Maar ja, ook dan krijgen we geen orbs. Nee, 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 echt geen orbs. Oké, dus dat kan niet. Bovendien met ghostriding en freezing temperatures zou het voor orbs een revenant moeten zijn. Daar was hij echt al langzaam voor, dat kan niet. Ghost, ik durf te wedden dat als ik nu terug ga en ik ga iets halen, dat jij in het boekje gaat schrijven. Dus ik drop het boekje even zo. In de hoop dat je er niet aan gaat zitten. Want ik wil het spulletjes pakken. Ik zou het gewoon zo leuk vinden om weer een keer de andere ghost te krijgen tijdens een opname. Het is om de een of andere reden altijd een shade. Voor mij had ik ook de vorige livestream met kijkers iets van 2 potjes al een shade. En dat is te veel, oké? Okay? Wat is de kans dat je een shade krijgt? Is het 100.000% of zo? Hier, laten we dan nu de ghost foto. Dit. Dat is op zich ook wel leuk. Ik wil geen crucifix. Ja, mijn sanity moet gewoon omlaag. Ik vrees dat wij het Ouija-bord erbij moeten gaan pakken. En dat is het knopje om hem af te laten gaan. Oké, okay, heel handig, maar nieuws. Ik wou
graag dat ik de monkey paw hier kon inzetten om iets te vragen aan deze ghost. Of ja, eigenlijk vraag je niet echt met de monkey paw. Je doet een soort van wens en daar antwoordt de ghost dan op. Dan zou ik wensen of die gewoon eerlijk kan toegeven of het een vieze shade is. Waarschijnlijk zou die dat ook niet doen, maar het gaat om het idee. Ik pak in ieder geval het Ouija board, want die denk ik wel nodig te hebben. Ik denk dat we gewoon iets moeten gaan vragen. Ja, we hebben de bonan, dus dat hoeven we ook niet te vragen. Gewoon zoiets van als hoe die is dood gegaan, zoiets. Dat dat wel het trucje doet. Laten we kijken, als het goed is hier niet ingeschreven, want ik had hem, ja, oké, perfect. Hey, hoeveel IMF? Hoeveel IMF? IMF 4. Oh, maar je bent er dus wel, Ghost. Hier hadden we een interaction op, als het goed is. Oké, blijkbaar niet. Bro zat aan het lichtknopje, maar doet het verder gewoon niet. Oké, dan verwijder ik deze foto toch lekker. Ghostwriting, die hebben we wel. En nog meer. Maar dit is ook IMF 4, dus het is niet echt... Niet 5 of zo. Oké, zullen we dan aan het Ouija board vragen hoe die is doodgegaan? Ik moet eigenlijk even een hiding spot hebben. Wacht, luister, ik ga niet weg zonder dat deze dicht is. Heb ik in de garage dan een hiding spot? Dat zou wel fijn zijn. Wat ligt hier? Heb ik dit gedropt? Een boek. Waarom ligt daar een boek opeens? Ik denk dat er in de garage wel een hiding spot moet zijn. Oh nee. Trouwens, dat is geen hiding spot. Die daar is er ook niet. Ja, we zouden eventueel hier kunnen zitten en hem weglopen. Of we moeten naar beneden. Voor mij had ik beneden wel een echte hiding spot, dus ik ren wel gewoon naar beneden. Waarschijnlijk ben ik dan toch al ver genoeg dat die ghost echt te dom is om te poepen en mij niet meer eens kan vinden. Oké, nou deze kan trouwens wel open blijven. Laten we vragen. Beste ghost, how did you die? M? Oh, murder. Dat is wel zielig. IMF 2. Goodbye. Oh, dus de ghost is vermoord. Oh, dat is wel sad. Dus je wilde nog niet eens dood. Oké, dat is treurig. Ghost riding. Oh, waar zat hij? Aan de deur zat hij. Interaction. Ja, maar geen UV. Dus het is geen demon. We kunnen nog wel eventjes spearbox een keer proberen of zo. Ik weet niet waarom, maar goed. Where are you? How old are you? Are you close? Antwoord na antwoord, maar hij reageert gewoon niet. Wat voor een ghost ben jij? Je wilt toch juist als ghost mensen lekker bang maken en zo. En een spookje uithangen. Ik bedoel, deze ghost is zelfs nog bang nadat hij vermoord is. Dat is zielig. Dan heeft hij en een tragisch einde aan zijn leven gehad. En als ghost heeft hij het ook nog niet eens naar zijn zin. Of ja, misschien heeft hij het wel naar zijn zin als ghost. Dan vindt hij het gewoon niet fijn als er iemand in het huis komt. Dat kan ook. Maar ik geloof niet dat het echt spearbox is. Dus stel dat er geen spearbox, geen UV, dan is het gewoon een shit. Oh. My damn. Zou ik gewoon een mail gaan sturen naar de makers van Vesophobia? Yo, kunnen jullie stoppen met mij de shade te geven? Waar is de... Oh, die moet wel aan, de IMF. Kan je niet gewoon hier aan vragen? Give us a sign. Nee. Oké. How old are you? Dat is nog wel goed om te weten. Yo. Oh, 7. 0. Oh, je bent tenminste niet op een jonge le... Dat is echt zielig. Als je al 70-jarige vermoord wordt. Oh, are you close? No. Hey, IMF 5. Easy, ghost. Je bent gewoon getricked in de IMF 5. Goodbye. Ga weg dan. Huh? Dus de ghost is niet dichtbij, maar het is wel een IMF 5. Oké, het is een shade. Hey, dit is de beste oplossing voor een shade. Wacht, ik moet even die crucifix... Ja, ik heb geen tier 3 crucifix, dus ik kan geen cursed hunt preventen. Dus dan telt het ook niet voor de objective, denk ik. En een shade, die gaat gewoon amper hunten. Dus deze objective zie ik wel even voor wat het is, oké? Ghost, je hebt al genoeg pijn gedaan met dat je een shade bent überhaupt. Of we doen een hide-and-seek prevent die ook niet. Hide-and-seek, kom dan. Oh, daar gaat hij. 5, 4. Hey, goodbye. Ja, ik ga rennen. Het is goed met je. Ik wil deze ghost in de ogen aankijken. Je bent een shade, kom op. Dit is de 1v1. Dit maakt het uit. Wie mogen er voor altijd blijven? Ik of de shades? Kom dan. Oké. Nee, we gaan deze kant op. Dat is goed. Ja. Ik ben zo... Oh. Laatst heb ik met 3 mensen gerepeld. En dat was ziek. Oké, maar dit is wel duidelijk inderdaad. Het is niet een snelle ghost. Maar waarom komt deze ghost zo dichtbij? Ga me niet zeggen dat deze... Ja, goed zo. Dat dacht ik al. Wegwezen. Oh, ik heb niet eens een flashlight. Ik heb hem wel gerepeld, maar goed, het was geen objective. Maar het was leuk. Een kleine mini-loop. En toen werd het te heet onder mijn voeten, dus toen repelde ik hem. Waarom ging die shade eigenlijk op het begin hunten? Oh ja, dat was omdat ik natuurlijk het Ouija board al gebruikt had. En ik had natuurlijk iets van 20% sanity door die vraag waar de ghost zat. Oh, ik had een foto moeten maken van de ghost eigenlijk. Nou ja, weet je, pech, het is een shade. Niemand wil een shade op een foto hebben, want het shade is gewoon niet waardig. Het was wel echt, zeg maar, de ghost was 70 jaar en het was ook dat oma modelletje. Dat is wel leuk. Ik heb er eigenlijk nooit op gelet of de leeftijd ook echt, zeg maar, samengaat met het ghostmodel. Want dit is natuurlijk geen 7-jarige. Dat kon iedereen duidelijk zien. Stel, je hebt een kind en je vraagt dat aan Ouija board van, goh, hoe oud ben je? En die is 12. Zou er dan ook dat kindmodel komen? Daar heb ik nooit op gelet. Dat moet ik eigenlijk wel een keer doen. Ja, mensen. 6
100 cash. En we hebben de tier 3 Dots Projector. Wat betekent dat wij nu heel veel geld gaan kwijtraken om die te kopen. Ik denk dat die duur is. Hoe duur is de tier 3 Dots Projector? Oh, 3000. Dat valt op recht. Valt dat wel mee. Dus nu kunnen we gewoon een zieke rave houden als we het volgende potje ingaan. Huh, waar is de... Dit zijn flashlights. Dit is UV. Dit is een sound. Dit is ghostwriting. Dat is de sanity pills. Waar is de dots? Huh? Ben ik nou echt heel raar of kan ik die gewoon niet vinden hier? Oh, hier. Oh, hier. Wauw, hier onderin zitten die twee pennetjes. Wacht, dan moet ik even vanaf deze kant komen. Dan kunnen jullie het beter zien. Dit is de tier 3 dots projector. Ja, het is een beetje triest zo. Maar volgens mij komt dat ook door mijn eye adaption. Ja, dit is al wat beter. Kijk mensen, dit is de tier 3 dots projector. Je kan wel zien in vergelijking met de tier 2. Dit is een veel grotere machine. Dus volgend Vesophobia potje hebben we een dikke rave party. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!